De ontwerpwet bestaatsbegroting 2024 is gisteren met 28 stemmen voor en 12 tegen aangenomen door de Nationale Assemblée. Deze ontwerpwet heeft het doel om de staatsbegrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2024 vast te stellen. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin erkent dat in de afgelopen jaren het Surinaams volk veel offers heeft moeten brengen. In deze begroting is er meer dan 20,5 miljard sociale ondersteuning gegeven. Op deze manier zal er meer worden teruggegeven aan de samenleving. In de begrotingen is bijna een derde deel aan programma's opgenomen waarbij er ondersteuning en verlichting in die samenleving zal komen met het uitvoeren van het programma, voorzitter. Voorzitter, in deze begroting is ook opgenomen dat we economische groei kunnen bewerkstelligen, voorzitter. In deze begroting is ook opgenomen de schuldenlast die gelaten is op die samenleving, op die natie, om daar te voldoen, voorzitter. Voorzitter, er is rekening gehouden om criminaliteitsbestrijding, onderwijsgarantie, om huisvesting. Na de aanname van de begroting gaf president Chandrika Prasad Santokhi aan dat de regering heel erg verheugd is dat het parlement de begroting over het dienstjaar 2024 heeft goedgekeurd. We hebben ook gekeken naar het stemgedrag aan de zijde van de coalitie en aan de zijde van de oppositie. Meneer voorzitter, het enige wat ik als president namens de regering kan zeggen, we nemen alle aspecten mee. Zowel van de coalitie als van de oppositie. Het zijn zaken die we nodig hebben om ons beleid goed uit te voeren. En ik wil namens de regering mijn dank en waardering uitbrengen aan uw geacht college voor de constructieve houding, voor de verschillende vragen. Door middel van uw vragen heeft u de gemeenschap bewust gemaakt en ik heb het gevoel dat u op een waardige wijze de stem van het volk hier heeft vertolkt in uw geacht college. En ook aan uw adres, meneer voorzitter en vicevoorzitter en andere voorzitters, wil ik bedanken voor uw leiderschap namens de regering. De wet is door de regering ingediend op 2 oktober 2023. De commissie belast met de voorbereiding in het parlement bestond uit Aziz Kumar Gayadin, Rabindra Parmeser, Obed Kanapé, Ronnie Asabina, Kishen Ramsukul, Jennifer Vreedzaam en Cheryl Dijksteel.